Toen ik laatst Kamp Vught had bezocht, en dat is nog helemaal niet zo lang geleden, toen was ik stil. Stil om alle indrukken die ik er had opgedaan, maar ook stil omdat ik me opnieuw realiseerde dat het allemaal nog helemaal niet zo lang geleden is, die vreselijke oorlog. Dat het echt gebeurd is. En dat komt ook omdat je in Kamp Vught alle verhalen binnen in het museum op een hele overzichtelijke manier tot je neemt, heel overzichtelijk en rustig, maar dan ga je naar buiten en je loopt langs barak 1B en je loopt langs de kamptoren en je loopt naar dat prachtige kindermonument dat er staat om de 1666 kinderen te herdenken die van daaruit zijn afgevoerd naar vernietigingskampen. En je kijkt naar de bunker waar het bunkerdrama heeft plaatsgevonden. 74 vrouwen die op een nacht 14 uur achter elkaar samengeperst hebben gestaan op een paar vierkante meter. En toen ze één keer bevrijd waren, toen bleek dat er 10 het niet overleefd hadden. Als je daar bent, dan gebeurt er iets met je. En Kamp Vught heeft een heel mooi motto. Het motto is: herdenken is nadenken. En wat mij betreft is herdenken ook opnieuw denken. En dat is wat er gebeurt als je daar bent geweest. En ik dacht, ik moet hier met mijn kinderen naartoe. En ook met mijn kleinkinderen als ze ietsje groter zijn. Want Kamp Vught maakt je wakker. En alleen daarom al moet het wat mij betreft een prijs krijgen, de museumprijs. Dus ik zou zeggen, stem allemaal op Kamp Vught.